Karim Bagar, ja, hoe heerlijk hebben ze dit gedaan? Schitterend toch? Ja, zeker. Vooral op basis van de tweede helft denk ik dat we verdiend gewonnen hebben. De 3 punten gepakt hebben, 1-5 gewonnen op Noorderwijk. Weliswaar Noorderwijk misschien wel 1 of 2 spelers er niet bij. Maar uiteindelijk moet je het maar doen. In Noorderwijk komen winnen. Eerste helft toch redelijk gelijk opgaan. 2 sterke doelmannen. En tweede helft gewoon fysiek eroverheen gegaan en verdiend gewonnen. En we eindigen op die eerste plaats net voor nieuwjaar. Dat is heel mooi. Wat heb je gezegd onder de rust? Ja, vooral dat we geduld moesten blijven uitoefenen en de momenten afwachten. Dat hebben we ook gedaan en de tweede helft heb je gezien. Op de nodige momenten hebben we gewoon geprikt, de doelpunten gemaakt. En dan zie je dat we er nog tamelijk gemakkelijk de wedstrijd gewonnen hebben. Heel iets anders. Je was heel de wedstrijd geweldig aanwezig, net zoals altijd. Maar datgene wat de mensen natuurlijk niet weten is dat ja, er van alles speelt in jouw hoofd. Een zeer moeilijke beslissing. Kan je die even toelichten? Wat is er allemaal gaande met Karim Bagar? Want dit is toch wel zeer groot nieuws, denk ik. Ja, het is namelijk zo dat ik morgen vroeg de vliegtuig opstap om richting Riyadh te vliegen in Saudi-Arabië. Ik heb een aanbieding om daar de nationale futsalploeg te coachen. Het is natuurlijk een eer voor mij, maar niet alleen een eer voor mij, maar ook vanuit de spelersgroep, het bestuur, supporters en de club en de jeugd, dat ik die kans krijg. Ja, ik ga morgen naar Saudi-Arabië voor een aantal dagen om een verkennend gesprek te hebben. En ja, het is natuurlijk niet gemakkelijk en dat zijn moeilijke beslissingen. Ik heb begrepen dat Jan van Winkel, wel gekend van indertijd KV Mechelen, Club Brugge, Marseille en ga zo maar door. En ik denk dat hij daar ook wel voor iets tussen zit, klopt dat? Ja, dat klopt. Jan van Winkel is momenteel ook technisch directeur bij de Saoedische Bond. En het is via hem dat contact is geweest. Dus het is natuurlijk een hele eer om gevraagd te worden om naartoe te komen. En ik ga er morgen naartoe. Ik wil ook het bestuur en de spelersgroep bedanken voor al hetgeen tot hier toe. Want voor alle duidelijkheid, er is nog niks beslist. Maar het bestuur heeft mij gewoon de kans gegeven om daar eens naartoe te gaan. Eens te kijken, te luisteren. En als ik woensdagmorgen terugkom, dan zullen we even de koppen bij elkaar steken. En dan weten we allemaal meer. Want als we even kijken, Saoedi-Arabië staat op de 81ste plaats. België staat op die 28ste plaats. Ja, ik weet het niet. Er is nog veel werk aan de winkel, denk ik, Ginder. Ja, dat klopt. Er is heel veel werk. Ik denk niet dat de nationale ploeg daar even hoog staat als de nationale ploeg hier. Maar daarom dat het een hele uitdaging is om daar te gaan werken. En ja, ik denk dat daar de omkadering er wel zal zijn, de nodige omkadering, om voluit te werken. Maar zoals ik al zei, ja, ik ga nu niet te voorbarig zijn en ik ga ook geen vergelijkingen maken met de andere nationale ploegen. Ik ga gewoon naar daar voor een aantal dagen. Ik ga het bekijken, ik ga het bespreken, ik ga een verkennend gesprek hebben. En dan kom ik terug en dan ga ik in eer en geweten gewoon samen met de club en het bestuur een beslissing nemen. Hoe zwaar is dat? Want dat is een geweldige impact op jouw gezin, bijvoorbeeld. Ja, kijk, op voorhand als sportman en als coach en iedereen die met sport bezig is, hoopt natuurlijk altijd dat het moment er ooit eens aankomt dat je in het buitenland kan. Maar dan ineens is dat moment daar en dan word je toch wel overdonderd eigenlijk. En dan spookt er van alles door je hoofd. Maar ik ben oud en wijs genoeg, denk ik. En ik zal ook met de nodige mensen praten die toch wel wat levenservaring hebben. Om de nodige adviezen te vragen. En ik ga gewoon nu eens kijken. En dan ga ik alles rustig op een rijtje zetten. En dan bekijken we alles. En dan zullen we alles tot een beslissing nemen in eer en geweten. Het komt nu goed uit dat de Belgische nationale ploeg weg is om die reis dan te maken. Maar toch, dat moet toch in jouw hoofd spelen, ook als je nog een dergelijk belangrijke wedstrijd moet aanvatten vandaag. Ja, ik moet zeggen dat die aanbieding niet van vandaag of gisteren is. Die is er al een tijdje. Maar nu was het concreet dat ik morgen zou vliegen. Maar de aanbieding is toch al een aantal weken geleden. Maar zolang dat er niks concreet is, ja, dan laat je dat ook niet zien. En dan ben je er ook niet bij bezig, eerlijk gezegd. En ik denk dat ik ook niet anders dan anders was voor de wedstrijd. Ook niet tijdens de wedstrijd. En ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. Je moet ook weten, moest het een moment zijn dat helemaal onderaan stond te bengelen. Dan zou iedereen misschien denken, ja, hij wil snel het schip verlaten. Hè? Maar ik ben blij. En zoals ik eerder al zei, het speelt natuurlijk in je hoofd. Maar ik ga nu rustig feesten. We hebben toch die eerste plaats beest. En dan ga ik morgen de vlieger op en dan
ga ik zien waar ik naartoe ga, want het is toch wel een omgekeerde wereld voor mij. Het zal een kort feest moeten zijn, denk ik dan, hè, want je vertrekt vroeg. Ja, klopt. Ik vertrek heel vroeg. Morgen 11 uur 's morgens vertrek mijn vliegtuig via Duitsland naar Riyadh. Dus ik denk dat ik toch wel met een aantal uurtjes slapen wel ga toekomen deze nacht.